Europa verlangt liefde, gerechtigheid, vrede, geborgenheid, verbondenheid, vergeving, zingeving, troost, vriendschap. Europa verlangt ten diepste naar alles waar het evangelie om draait. European Christian Mission is een interkerkelijke en internationale zendingsorganisatie. ECM wil heel Europa bereiken met het evangelie en gelooft in gemeentestichting als dé strategie om dat te doen. Door liefdevolle gemeenschappen kan Europa echt veranderen. ECM werkt met zo'n 200 werkers in meer dan 20 verschillende landen en beschikt over een uitgebreid netwerk ter ondersteuning van gemeentestichters. Portugal telt bijna 11 miljoen inwoners. Op papier is het land nog erg rooms-katholiek, maar in de praktijk merk je daar weinig van. De kerk heeft voor velen afgedaan. Ze zoeken de invulling voor hun leven in andere hoeken, wat niet zelden leidt tot verslaving of depressie. Te midden van de sombere omstandigheden speelt vooral de familie een belangrijke rol in het leven van veel Portugezen. ECM werkt in Portugal momenteel met een team van ongeveer 20 mensen aan gemeentestichting, evangelisatie en discipelschapstraining. ECM is actief in Lissabon, Porto, in de studentenstad Coimbra en op het platteland van de provincie Alentejo. Meer zendingswerkers zijn hard nodig. Wouter en Maaike van de Toren verlangen ernaar om met hun gaven en talenten het ECM-team in Portugal te versterken. Ons verlangen om in Portugal aan de gang te gaan is gebaseerd op één ding. Handen en voeten geven aan het evangelie van Jezus Christus. Discipelschaptrainingen, evangelisatieacties, jongerenwerk, onze muzikale gaven inzetten, voedsel uitdelen bij de mensen die bij de voedselbank komen, een pannetje soep brengen bij de buurman op de hoek. Handen en voeten geven aan het evangelie van Jezus Christus. Toen Mike en ik bij elkaar kwamen, wisten we dat het diep geloof in God en contact met andere culturen belangrijk zou zijn in ons leven. God geeft ons een passie voor discipelschap en evangelisatie. Economisch ging het met Portugal al niet best en de crisis heeft de situatie alleen maar verslechterd. Naast werkloosheid is zelfs honger een reëel probleem. Vooral kinderen hebben daaronder te lijden. Portugezen verlangen hoop. Niet het soort hoop dat beloofd wordt door politici, maar hoop die handen en voeten krijgt door mensen die naast hen staan. Portugal hadden we zelf nog nooit aangedacht, maar nu mogen we dat land in ons hart sluiten. Dit is dé plek waar we wortel mogen gaan schieten en liefde mogen uitreiken tot Gods eer. De kern van ons verlangen om het zendingsveld op te gaan bestaat uit het bewogen en betrokken zijn bij mensen en het doorgeven van de liefde van God. Een betrokken hart en een betrokken hart bij de mensen om ons heen. Een liefde om uit te delen aan anderen. U kunt dit mogelijk maken door hen eenmalig of structureel te steunen met een gift. Gebruik daarvoor de reactiekaart of ga naar www.ecmnederland.nl/geven. www.ecmnederland.nl